Hey, welkom bij Mijn Cave. Leuk dat je er weer bent. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel, dit is Noscu Barbecue. En vandaag gaan we burger stuffed onion rings maken. Ook wel onion donut genoemd. Het recept heb ik geleend van Derek van Over the Fire Cooking. Een super inspirerend kanaal. En die onion donuts, oftewel die burger stuffed onion rings, ja, die moest ik wel namaken. Dus dat gaan we nu doen. Dus laten we lekker de hoek in duiken. Ik zag die onion donuts voorbij komen en ik had echt al gelijk zoiets van, oh, die moet ik een keer uitproberen. Dus dat gaan we gewoon doen. Maar ja, wat heb je daarvoor nodig? Nou, ingrediënten zijn complex, maar toch vrijwel simpel eigenlijk. Natuurlijk een ui. Ja, wat gaan we daar doen? Dat zul je daar zien. We snijden hem even in tweeën. En we gebruiken de buitenste schil en de binnenste schil. En daartussenin doen we gehakt. Runder gehakt. Ik heb hier 250 gram. Daar gaan we nog wat cheddar bij doen. 50 gram cheddar. Mijn pork rub, mijn Noscu pork rub, die gaat er nog bij. Dan gaan we lekker vermengen. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we die buitenste ring pakken. Dan gaan we het gehakt ertussen doen. Die binnenste ring erin. En dan gaan we het omwikkelen met spek. En dan krijg je dus echt een beetje zo'n donutachtig iets van vlees en uien. Nou, volgens mij, het ziet er al super lekker uit. Dus dan, volgens mij moet dat gewoon helemaal lekker worden. Nou goed, daarna gaan ze de rooster. Doen we nog een keer in... een kruidenlaagje eroverheen van de pork rub. En dan gaan ze naar de barbecue op. En dan gaan we een witte saus maken met mierikswortel, mayonaise en alles. Maar dat gaan we dadelijk doen als die op de barbecue ligt. Laten we gewoon hiermee beginnen. Even wat dingetjes aan de kant zetten. We gaan beginnen met de uitjes. Laten we die eens even de kontjes eraf. Het is belangrijk dat je niet te veel eraf snijdt. Met... het pellen, want je hebt die buitenste laag heb je gewoon heel goed nodig. Kijk, dan zit even weg. En dan zo, dan snijden we hier het kontje eraf. Goed. Hier idem dito. En dan halen ze uit elkaar. Zet dit laagje nog af. Het is een beetje bruin. Kijk. Dan hebben we deze. En dan gebruiken we deze. Kijk. En daartussenin, daar gaat dus eigenlijk hard komen. En dan kunnen we daarna zeg maar het vlees zo, of het, de bacon zo eromheen vouwen. Dus dat gaan we zo doen. Ik ga eens even de rest ook allemaal vast klaarmaken. En dan komen we zo terug voor het gehakt. Nou, en de nodige tranen later hebben wij hier onze eierringetjes. Deze is niet helemaal goed gegaan. Maar die krijgen we daar ook wel recht bij het erin stoppen, denk ik. Hoop ik. We gaan verder met het gehakt. Dan doe ik even handschoentjes aan. En dan gaan we daarmee... aan de slag. Nou goed, dat staat klaar. Dus lekker de kaas erbij. Gewoon voldoende kaas. Ik hou ervan. Vind je het minder? Vind je cheddar niet lekker? Pak een andere kaas. Pak inderdaad de gouda of zo. En de pork rub. Ja, en dan gaan we lekker mengen. Eerst losjes, dat alles een beetje goed verdeeld. Nou goed, en als het gehakt klaar is, dan zijn we klaar om te vullen. Je ziet dat ik hier al eentje heb geprobeerd. Die viel een beetje aan elkaar. Aan de rand was gescheurd. En het middenstuk was ook gescheurd. Dus ik heb het net geprobeerd, maar het ging niet helemaal van harte. Dus geen aanrader om te doen. Nou goed, wat we gaan doen is
eigenlijk zo, ja, een beetje in de donut vorm gaan omgieten. Dus vlees aan de randen. Dat die mooi in het midden dadelijk. En dan duwen we dadelijk de dinges erin. Dat andere. Kijk, deze, die gaat dan hier zo erin. Kijk. Hoppa. En dan. Daarom is het handig als je handschoentje draagt. Dan kun je nog een beetje lekker aan duwen. Pletten. Kijk. Mooi gat in het midden. En dan kunnen we de bacon eromheen vouwen, of de bacon of de ontbijtspek. Blijft de bacon niet plakken, dan kun je ook gewoon ct-prikkertjes gebruiken, maar over het algemeen moet dat op zich wel lukken. A few moments later. Nou goed, en toen lagen ze klaar. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal super tevreden. Ja, die spek, dat is natuurlijk wel even een dingetje. Die krijgt er heel slecht omheen. En ja, goed, ik heb ook geen gat meer echt. Dat is helemaal vol met spek. Dus ja, voor een volgende keer zou ik denk misschien nog grotere uien. Echt van die hele joekels. Zodat je in het midden gewoon een fatsoenlijk rondje hebt. Maar ja, die zijn wel lastiger te krijgen, maar ze zijn er vast wel. Ja, en echt plakken spek en niet die kleine ronde dingen. Want ja, als je plakken hebt, dan kun je toch wat mooier eromheen vouwen. Maar goed, hey, we hebben het liggen. Het zal vast helemaal lekker zijn als het einde is. Doen we nog even wat kruiden eroverheen. Kijk. Staan deze klaar, gaan wij naar buiten de barbecue aansteken. De barbecue die we vandaag gebruiken is de Traeger Ironwood. Oh, dat is iets te heel. 145, 100, zeg maar 140, 150. Ik laten we gewoon 150 zetten, is makkelijker. Press and hold hier. Moet ik dat wel doen natuurlijk. Kijk. En opstarten. Pak even een borsteltje erbij. Eruit, die hebben we nou niet nodig. Kijk. We kunnen deze erin en dan kan die lekker rook pakken. Nou goed, terwijl de Traeger lekker buiten verder gaat, zijn we hier binnen aan de slag met de saus, wat ik al zei. Dirk maakt ook een witte-achtige saus met mierikswortel en alles. Dus ik ga hem gewoon één op één kopiëren. Dus ik ben benieuwd, want ik heb hem zelf ook nog nooit eerder geproefd, deze. Maar ik ben heel benieuwd. Nou goed, er zit dus mayonaise in. Romige mayonaise, een halve cup ongeveer. Mierikswortel, een eetlepel. Dijon-mosterd, ook een eetlepel. Tomatenketchup, één eetlepel. Dan hebben we hier nog anderhalve theelepel witte wijnazijn. Een citroen, die gaat dadelijk inderdaad lekker eroverheen geperst worden nog erbij. En dan hebben we hier... rietsuiker, snufje zout en wat cayennepeper. Dus dit gaat gewoon lekker allemaal door elkaar heen. En dan nog de citroen. Sap. En dan gaan we hier een papje van maken. Nou, volgens mij is die zo wel goed. Even het pesten. Lekker. Wat zuurder, dat had ik wel verwacht natuurlijk. Maar ik denk dat dat heel goed doet met lekker de bacon en de ui en de cheddar en de burger stuffing, zeg maar. Lekker. Zetten we deze even aan de kant en dan wachten we tot de onion donuts klaar zijn. Zo jongens, het zonnetje begint te schijnen. Erger op te lijken. Het is tijd voor de barbecue saus. Even een klein beetje eroverheen zo. Dan smeren we het uit. Het
staan er nu ongeveer 30, 35 minuutjes op. Dus laten we ze nog een kwartiertje geven, 10 minuten misschien. En dan kunnen we lekker snacken. Nou, kijk eens. Dat ziet er goed uit. En mooi lekker zacht. We gaan ze eraf halen. Zo. Kijk eens. Prachtig. Een beetje kleine versiering eroverheen. En daar leggen ze dan, de onion donuts, oftewel ook wel de burger stuffed onion rings, zoals Dirk ze noemt. Ik vind ze uiteindelijk toch nog best goed gelukt. Wat ik al zei in het begin, ging niet lekker, maar als ik ze nou zo zie liggen, dan denk ik van, niks mis mee. Dus, er gaat dadelijk iets vallen. Ja, dat dus, excuus. Even kijken, kijk eens wat mooi. Kunt u bovenzien? Wel toch? Nou, daar gaat hij. In de saus. Smakelijk. Altijd tijd voor een tweede, toch? Het grappige is, het is echt een smaakbom van smaken uiteraard, maar ook structuur. Want ja, de uieringen zijn natuurlijk best wel wat dik. Die zijn wel wat zachter, maar nog niet helemaal zacht. Het gehakt is lekker smeuïg door de kaas. Dan heb je de bacon aan de buitenkant die weer knapperig is. En dan, ja, qua smaken, een beetje zoet, hartig. En de saus is wel wat zuurder. Echt, het is een feestje in je mond. En daar waren ze dan, de onion donuts, of zoals Dirk ze noemt. De Burger Stuffed Onion Rings. Nou ja, goed, het maakt natuurlijk niet uit hoe je ze noemt. Ze zijn natuurlijk hartstikke lekker. Wat ik net al zei, de combinatie is gewoon echt heel erg goed. In het begin was ik toch wel sceptisch. Want iets grotere uien, dat is wel iets. Ik heb net precies met mijn vrouw erover gehad. Iets grotere uien gaan we van de week even halen. En echt strips bacon, zeg maar. Dan dat wikkelt mooier. En ik denk dat we dan al een heel eind komen. Maar ik moet zeggen, echt op het einde, ik was best tevreden met het resultaat. Het zag er mooi uit. Ik kon echt wel de donutvorm erin zien. Maar ja, het waren mini donuts, zeg maar. Terwijl, ja, het waren toch best grote uien. Maar ja, als je dit gaat maken met alles eromheen, ja, dan moet je toch echt van die grote jongens hebben. Maar goed, weer wat geleerd. En jullie dus nu ook. Los daar alles van. Echt, echt een aanrader om te maken. Ontzettend lekker. En natuurlijk in het recept op mijn website. www.nascubarbecue.nl. Daar zal ik sowieso even de juiste maten in zetten. Dus dat jij weet wat je moet halen. Nou, vond je deze video leuk? Heb je er wat aan gehad? Heb je er inspiratie uit gehaald? Nou, dan zou ik zeggen, vergeet natuurlijk niet om te abonneren. En, eerst liken. Eerst de video liken. Daarna naar Noscu Barbecue gaan, abonneren. En als je dan op de abonneerknop drukt, dan staat er een belletje naast. Druk daar ook eventjes op. Dan krijg je een melding van YouTube als ik weer een nieuwe video upload. En dan ben jij er als eerste bij. Ja, wil je me door de week volgen wat ik allemaal een beetje uitspook? Dat kan op Instagram, Facebook, @NoscuBarbecue. En tegenwoordig ook TikTok, @NoscuBarbecue. Probeer ik ook wat dingetjes te posten. En alles wat ik net al zei, NoscuBarbecue.nl. Alles rondom dit kanaal kun je daar vinden. Daarnaast hebben Dennis en ik ook nog een podcast. De lijst begint wel lang te worden. www.vuurgeverhalen.nl. Aankomende week gaan we er echt weer eentje opnemen. Het kwam er maar niet van. Maar we gaan er echt weer eentje opnemen. En hopelijk gaan we het daarna weer oppakken. Maar www.vuurgeverhalen. Neem ook eens een kijkje. En kijk op welk platform je onze podcast kunt vinden. Ja, maar voor nu. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Maak deze thuis ook. Deze kant moet ik opwijzen. Maak deze thuis ook. Want hij is echt ontzettend lekker en leuk om te doen. Het is wel wat arbeidsintensief, maar echt leuk om te doen. Dus maak deze thuis ook. En tot de volgende!